Goedemorgen. Ik ben nog even de boel aan het goed leggen in beeld. Goedemorgen allemaal. Goedemorgen. Gezellig op deze zondagochtend. Goedemorgen. Nou. Gezellig vanaf de camping, Lianne. Leuk, goedemorgen. Nou, vandaag ga ik dus aan de slag met Kit Winterwishes. Ik ga daar een kaart mee maken. En ik ga eerst eens even laten zien wat er allemaal in die kit zit. Want het is natuurlijk ook weer een geweldig mooie kit. Goedemorgen iedereen die nog binnenkomt. Ik ga net vertellen wat er allemaal in de kit zit. En ik begin even met het designpapier. Nou, er zit dus een heel pak designpapier in met 12 vellen, Mary Lama. Er zitten verschillende printjes in. Ga ik even laten zien. Deze met een stipje. En een beetje van die grungy randjes. De achterkant zo'nzelfde randje. En hier staan sterretjes op. Is dit printje er? Ik zie dat mijn wifi heel slecht is. Ik word steeds onderbroken. Ik hoop dat het bij jullie goed zichtbaar is. Anders ga ik eerst even kijken wat ik daaraan kan doen. Goedemorgen. Ik lees nog niks, dus ik ga denk maar rustig even verder. Dit printje zit erin met allemaal tekstjes. Christmas, hello, Merry Christmas, winter. Van alles staat erop in allerlei kleurtjes. Op de achterkant staan lama's. Ja, het is heel slecht. Ik heb heel slecht wifi. Ik ga even kijken of ik daar wat aan kan doen. Momentje. Nou, ik hoop dat het nu beter wordt. Ik ben even naar beneden gelopen en ik heb de rest van de familie van de wifi afgehaald. Ik hoop dat hij beter wordt. En anders kan ik er helaas niks aan veranderen. Of ik moet opnieuw opstarten. Misschien als dat nog werkt. Even kijken, volgens mij wordt hij nu beter. Bij mij wel. Ik weet niet of hij bij jullie nu ook beter wordt. Haha, ja. Nou ja, dan hebben ze weg, Angela. Het is niet zo lang op de ochtend. Ja, hij is nu beter? Nou, fijn. Dan ga ik rustig door. Als het weer slechter wordt, dan hoor ik het graag. Mooi. Dan ga ik nu verder. Nou ja, er zaten dus designpapiertjes in. Deze twee heb ik laten zien. Dan zit er ook nog deze in met stipjes. En met deze ook met verschillende kleuren. Hier nog een printje met wat sneeuwvlokjes in diezelfde tinten. En eentje met strepen. Er zitten dus 12 vellen in het setje. Even aan de kant leggen. Hij is nu beter. Goed, nou fijn. Heel fijn dat het nu beter is. Ik hoop dat het zo blijft. Dan zit er dit bijpassende knipvel in. Van de lama's, van Bella Lulu. Met allemaal leuke verschillende lama's, kerstbomen en nog wat teksten. En deze mooie Dutch Doobadoo mal zit erin.
En als laatste, maar natuurlijk zeker niet het minst mooie. Deze Winterwisje Stans IJskristal Doily. Die had ik al even uitgestanst. Even laten zien. Volgens mij mis ik hier wat onderdelen. Ik ben nu helemaal van het padje. Nou, het is meestal een onderdeel. Nou goed, ga ik die straks nog een keer uitstansen. Hij bestaat dus uit een hele mooie doily. Dat is deze. En als je die uitstanst, valt deze er automatisch uit. Die kan je ook heel mooi gebruiken. Ga ik zo meteen ook nog even laten zien hoe ik dat ga gebruiken. En deze zit erbij. Die heb ik uitgestanst. Maar die vind ik nu hier even niet terug op een of andere manier. Zal zo wel weer boven water komen. Oh, kijk. Ineens zie ik hem eruit steken. Dat is deze. Die ga ik straks ook gebruiken. Dus je hebt eigenlijk een hele leuke, het is een schitterende stans, waar je ook weer veel mogelijkheden mee hebt. Nou wou ik eerst beginnen met de kaart. Mijn tekst loopt ook niet mee vandaag, hij staat lekker. wat gaan we doen? We beginnen met de Dutch Doobadoo mal. Nou, en daarvan heb ik al even voorbereid. Heb ik eerst de buitenkant gewoon één keer gedaan. Daarna een matlaag in het mooie designpapier eroverheen. Nou, dat wordt als eerst je basis. Dat ga ik even op elkaar plakken. Ik ben echt alles kwijt vandaag. Ja, zo'n ruim bureau en dan ben je alles kwijt. Herkenbaar of niet? Even een beetje de stressen. Nou, het helpt toch wel als ik hier iedereen van de wifi afhaal, zie ik. We kunnen ze gezellig sociaal doen, toch? Beneden, vind je niet? Het is een hele mooie maal-lin, inderdaad. Ja. Echt een hele mooie gedetailleerde ijskristal. Schitterende. Ja, schitterend. Heel mooi fijn. Goedemorgen voor iedereen die nog binnenkomt. Nou, deze plak je hier gewoon op. Eigenlijk het meest simpele van alles. Zo. En die leg ik eerst weer even aan de kant. Hier beginnen we mee. Dan gaan we een soort van envelopje maken met diezelfde. Ik heb hem al gemaakt in designpapier, maar ik laat hem jullie even zien hoe ik die gemaakt heb op wit papier. Je pakt dus ook weer diezelfde Dutch Doobadoo mal. Die leg je op je designpapier. Werk ik hoog genoeg? Ik werk hoog genoeg. Oh, gelukkig, het is herkenbaar. Ben ik blij om. Kaartstok, nee, ik hou het altijd allemaal heel clean, Angela. Dit is niet zichtbaar. Ik pak even nog een kleurstukje stukje kaartstok. Dat klopt, ik doe het soms wel hoor, maar meestal laat ik het gewoon zo. Nou, je legt hem erop, nou ja, en dan trek je hem om. Even vastleggen, dat is makkelijker. Nou, dit zullen de meesten wel begrijpen. Maar ik wil het toch eventjes voordoen, dus daarom doe ik hem nou even wel... Gewoon ook weer de buitenste rand alleen. Dat doe je in het designpapiertje. Die knip je uit. De kit. Ja, de kit kost nu €19,99. Dat klopt inderdaad. Ja. Ja.
Ik even kijken of ik turbo kan knippen vandaag. Ik kan altijd zo snel knippen. Ik vind het altijd heel relaxed een avondje knippen. Ik ben er gelijk helemaal stil van. Nou, gelukkig schijnt het zonnetje hier weer. De weersvoorspellingen zijn wat aangepast, zag ik net. Minder regen. Daar worden we allemaal een beetje vrolijker van, denk ik, om deze tijd. Goedemorgen. Gezellig om nog even binnen te komen. Nou, als je vragen hebt, mensen, stel ze gerust. Als ik ze nu niet lees, antwoord ik ze na de tijd gewoon nog even. En als het echt een dringende vraag is, gewoon nog een keer stel. Want ik krijg ze niet altijd allemaal direct te zien. Nou, dit is dan je basis is uitgeknipt. Nou, dan pak ik mijn liniaal. Ja, die ligt er nog gewoon. Dat is fijn. En... hier, om te rillen, dan verbind ik dit puntje met dit puntje door er een rillijn te zetten. Ik leg mijn liniaal er tegenaan en dan ril ik hem daar. Dat doe ik met deze ook. Hier ook een rillijn. En dan zetten we aan deze kant ook een rillijn. En dan laten we alleen die bovenste vrij. Nou, eigenlijk is het helemaal niet zo moeilijk. Nou, en wat doe je met die rillijnen? Die vouw je dubbel. En dan die laatste. En dan heb je een envelopje. Die komt zo meteen op de kaart. Ik had hem al even... voorbereid met designpapier. Dus dit is hetzelfde. En die gaan we dan nog even vastplakken. Met tacky. Want dan blijft hij natuurlijk lekker stevig zitten. Randjes, de folie eraf. Nou, en dan vouwen we hem zo dubbel en dan is je envelopje klaar. Nou had ik van die mooie stans, die dooi, die heb ik deze dus uitgestanst. En die wilde ik, zit hier vast. Hier opzetten. Ik plak natuurlijk, doe niet overal lijm, want dan gaat hij straks vastplakken. Dus alleen even op het onderste randje doe ik wat lijm. Dan zet ik hem iets meer naar onderen, niet precies in het midden. Kijken of wat vragen nog mis. Peperdistresser. Ja, die randjes doe ik inderdaad met een peperdistresser. Ja. Zo. Nou, dan is die, het envelopje klaar. En dat komt straks hierop. Maar in dat envelopje willen we natuurlijk nog een leuk kaartje verwerken. Daarvoor had ik een kaartje van 9 bij 9. Die past daar precies in. Nou, die ga ik
dan nu met jullie maken. Daar komt een stukje designpapier op. Even een mooi kleurtje uitzoeken. Die heb ik nog niet uitgesneden. Ligt hier. Ja, wat gaan we doen? Deze. Dat wordt dan in het formaat 8,5 bij 8,5. Want deze had je op 9 bij 9. Nou, en deze wordt dan een halve centimeter kleiner. Dus die snij ik op 8,5 bij 8,5. Is het beeld weer slecht? Rafelig? Blokjes? Geen idee. Roep maar, bij mij is hij nog goed. Ja, kijk, met een peperdistresser ga je dus even langs het randje. En dan krijg je een beetje een... het is maar net hoe hard je gaat. Nou, hier heb ik wat harder gedrukt. Ik weet niet of het goed zichtbaar is. En hier wat zachter. Dan krijg je een beetje ja, een rafelig randje inderdaad. Oh, het rafelig randje. Ja, nee, het is geen rafelig beeld. Oké. Nou, die komt hierop. Gewoon met lijm. Nou, daar willen we natuurlijk een leuke kerstwens op hebben. En in de kit zit dat mooie Bella Lulu knipvel. En daar zitten natuurlijk ook super mooie teksten in. En dan had ik er al even eentje uitgestanst. Dat is deze. Have yourself a merry llama Christmas. Nou, die heb ik op een rondje, als een rondje uitgestanst. En een iets groter rondje eromheen. Die plak je op elkaar. Oh, fijn. Gelukkig. Ja, nou, ik zit nu elke keer te kijken of mijn beeld nu wel goed is, maar gelukkig. Dan had je dus deze. Die komt uit, als je hem dus uitstaat, komt hij dus uit het midden, valt deze eruit. Nou, dat is natuurlijk zonde om weg te gooien. Die kan je gewoon ontzettend leuk gebruiken. Die plak ik dan weer hierop. Nou, dat kan je met een cirkelpons doen of stansjes die je hebt of netjes rond uitknippen. Cirkelsnijer is er ook ideaal voor. Nou, dan heb je zo alweer een heel leuk tekstje. Nou, zoals je ziet is het wel leuk als ik hier wel even een beetje de randjes beïnkt, want anders valt dat een beetje in het niet. En dat is een beetje zonde. Dus daar pak ik welke kleur? Nee. Roze. Knallende kleur gepakt. Ik weet niet of die mooi is, maar we proberen even. Ik ben heel voorzichtig altijd met distress inkt en distressen. En nou, zo springt hij er net wat meer uit. Nou, die komt dan op je kaartje. Nou, je kan je kaartje natuurlijk op je eigen manier ook beplakken. Hè? Dat is helemaal naar wens te doen natuurlijk. Maar ik wilde natuurlijk wel even de mooie mogelijkheden laten zien die met die stans te maken zijn. Nou, dan heb je zo een heel schattig mini kaartje. Pakken we even het andere er weer bij. En dat mini kaartje, dat kan je dan heel leuk weer hierin stoppen. Hier heb je alle soorten designpapier, die heb je dan eigenlijk ook gebruikt. Die passen ook allemaal, zijn heel goed op elkaar afgestemd. Die passen heel goed bij elkaar. Nou, deze stans ga ik hier achter plakken. Nou is het heel erg leuk om je stans nog te matten. Dat ga ik in dit geval niet doen, maar ik wilde wel graag even uitleggen dat dat ook nog kan.
Ik heb hem hier dus al even voorbewerkt. Ik ga even uitleggen hoe ik dat gedaan heb. Nou, kijk, en dan heb je het zo. Dan komt het idee zo. Dan valt je stans wat meer op. En ja, dan heb je weer een heel ander effect met je stans. Nou, hoe heb ik dat gedaan? Ik heb een stuk kaartstok gepakt. Nou, misschien weten jullie ook wel al hoe dat gaat. Maar ik leg het toch nog even een keertje uit. Je pakt je, je mouw, je stans. En die leg je met de snijranden naar boven. Dus naar je toe. Leg je hem op je designpapier. En dan ga je hem omtrekken. Niet meer dan dat. Gewoon langs de randjes. Ook weer heel ontspannen werkje. Net als het knippen. Ja, dit is gewoon echt... Ik ben helemaal verliefd op deze kit. Mooie kleurtjes. Veel mogelijkheden. Want met zo'n Dutch doobadoobal die erbij zit... heb je ook nog gewoon veel meer mogelijkheden... dan alleen ja, daar waar die voor bedoeld is. Gewoon lekker mee spelen. Nou, het is een hele grote dit. Je gaat er helemaal zo omheen... Nou, en zoals je ziet, die snijranden die zijn, zitten een stukje vanaf de kant. Dus dan valt hij er gewoon prachtig in als je hem uitknipt en hem erop legt. Je zou ook de binnenste nog kunnen doen. Oké, je maakt nog geen winterkaartjes. Nee, dat kan. Nou, als je hem dan uitknipt, zoals je ziet... Dan past hij er straks gewoon perfect in. Nou, ik had hem al uitgeknipt. En dan kan je hem er dus zo mooi op leggen. En ook dan is het nog wel leuk om er een tekstje in het midden te doen. En dan kan je dat gewoon op een vierkante kaart plakken. Dan heb je ook weer een hele leuke, op een simpele manier, een kaart. Zo kan je dus heel veel mogelijkheden uit één stans halen. Ja, dat is met die Dutch doobadoobmaal ook zo. Je kan hem zo laten, je kan hem dubbel vouwen... Je kan hem recht uitknippen. Je kan de randjes gebruiken. Het is gewoon heel veelzijdig. Nou, ik ga hem dus nu niet matten. Omdat ik dat zelf bij deze niet zo mooi vind. Ik leg hem een beetje schuin onder mijn envelopje. Even een beetje schuiven. Zo. Dan wil ik hem hier ongeveer hebben. Dan plak ik hem daar vast. Je lijm erop. Even kijken. Hier nog een beetje. Nou, hij komt straks ook nog vast met de envelop. Dus even kijken. Ja. Plak ik hem hier vast. Goedemorgen. Gezellig om nog even binnen te vallen. Ja hoor, ja, je kan hem altijd later nog terug te kijken. Dat is het leuke en het handige hiervan. Hè? Nou, dan komt mijn envelopje komt hierop. Die plak ik ook helemaal vast. Dus ook, ook het bovenste stukje. Ja, als je het leuk vindt, zou je hem ook natuurlijk nog dicht kunnen vouwen. En dan moet je nog een reellijn zetten. Dat is ook leuk. Ga ik in dit geval niet doen. Omdat ik het leuk vind dat het kaartje er een beetje uitsteekt. Maar dat zeg ik, er is gewoon heel leuk mee te spelen. En ja, helemaal het je eigen te maken. Hè, naar je eigen wensen. Nou, zit die ook vast? Dan kan mijn kaartje er vast in. Zo. Nou, die kan je er ook een beetje uit laten steken. Is ook maar weer net wat je leuk vindt. En nou, dan had ik natuurlijk nog lama's. Nou, die ga ik ook nog even her en der een beetje verwerken. En die laat ik een beetje omhoog komen, denk ik. Met wat 3D-kit. Dacht ik.
Ja, die ligt hier ook nog gewoon voor mijn neus. Even het dopje erop. Nou, die zet ik hier neer. Dit wordt zo mijn bovenkant. En ja, deze komt hier. Ja, die lama's die zijn leuk, hè? Met een sjaaltje om. Heel schattig. Ook weer perfecte kleuren. Nou ja, het hoort bij designpapier. Het matcht er ook perfect bij. Deze zit erin. Nou, zit er ook nog een paar witte in. Of een paar. Ja. Twee witte. En eentje uit een cadeautje. Die is ook echt heel grappig. Die boompjes die zijn ook wel heel leuk om te gebruiken. Nou, deze ga ik hier neerzetten. Die is natuurlijk heel nieuwsgierig wat er in het envelopje zit. En dan zetten we deze ervoor met wat kit. Nou, een beetje te laag. Ja, zo. Dopje er weer op. Nou, dan moet hij nog even een beetje verder versierd worden. Maar dit was een beetje het idee van het kaartje. Dus een envelopje en een basiskaart met de, ja, eigenlijk gewoon dezelfde Dutch doekendoenmal. En dan heb je dus gewoon heel snel een heel simpel en leuk kaartje. Nou ja, deze moet natuurlijk in een envelop. Ik heb daar een envelop bij gemaakt met de envelopmaker van 18 bij 18. Daarvoor nou zie ik dat nu mijn stansje een beetje uitsteekt. Die moet je dan een beetje naar binnen drukken. Een beetje meer naar binnen. Ik had hem gisteren uitgemaakt. Ik heb hem nu ietsje meer naar buiten gemaakt, zie ik. Maar hij past dus in een envelop van 18 bij 18, deze stans. En die maak je heel makkelijk met een, nou ja, met de envelop maken dus. Dan heb je dus formaat papier nodig van 27,4 bij 27,4. En dan is je basisraillijn, of de eerste scorelijn is 13,7. Dan kan je heel makkelijk die grote envelop van 18 bij 18 maken. Met je envelopmaker. Nou ja, en daar past dus de stans van dit stoepedoe gewoon precies in. Zie? Nee, die kan ook gewoon door de brievenbus, dus dat is ideaal. En je kan er inderdaad een standaardje achter maken, dan kan die staan inderdaad, sowieso. Ja, ja, dat is mogelijk. Ja, of hè, als je hem zo niet leuk vindt, zou je ook nog kunnen zeggen van, nou, ik wil eigenlijk per se dat hij staat. Nou, deze had ik net uitgeknipt even voor het envelopje. Dan deel je dus alleen de onderkant, hè? Dat kan ook. En dan kan je hem zo neerzetten, als hij niet te zwaar wordt tenminste. Dus dat, dat kan ook aan de onderkant. Ja, en dan, nou ja, goed, dan ziet je kaartje er zo uit. Dus dat, die mogelijkheid heb je ook nog. En ja, of de zijkantjes nog mee. Maar ja, dan krijg je natuurlijk een heel ander formaat kaart. Maar dan blijft die ook staan. Dus er zijn gewoon heel veel mogelijkheden met deze Dutch doobadoo stans. Nou ja, die zit dan ook in de set samen. Dus met het knipvel, het designpapier en die mooie stans. Ja, het was snel klaar vandaag inderdaad. Ik was er in het begin even af, omdat hij een beetje vastliep en zo. Maar het ging heel snel. Ik heb geen idee. Ik dacht, ik moet wat voorknippen, omdat het anders erg lang duurt. Maar nou, ik ga hem nog even een heel klein beetje afwerken. Ik wil hier nog een tekstje bij hebben. En als hij straks klaar is, dan plaats ik het geheel even in de hobby'sgroep. Nou, de kit is ook verkrijgbaar op www.hobbies.nl. En nou ja, deze live kunnen jullie straks allemaal weer gewoon terugzien in de groep. En als het goed is, komt hij later ook nog op YouTube. Zodat jullie makkelijk nog een keertje na kunnen kijken. Ontzettend bedankt voor het kijken. Ik wens jullie een fijne en droge zondag. En tot een volgende keer.